locatie Lanser is natuurlijk voor ons als dijkbewoners, maar ook voor veel vlieders, een rotte appel hier op de stuk dijk. Wij zijn ontzettend zuinig op de stuk dijk tussen de Borslaan en de PCO-laan. Want er staan hier allemaal huizen die beeldbepalend zijn uit 1909, uit 1880. En die rotte appel, daar werd niks aan gedaan. Tot dan we hoorden dat ze daar eindelijk plannen voor hadden. Nou, wij blij allemaal. En als historische vereniging en met de buurtbewoners zijn we erop ingesprongen en hebben de plannen ingezien. Ja, toen schrokken we eigenlijk wat ze van plan waren. Het waren namelijk appartementen aan de binnen- en de buitenkant. Nou, en dat wilden we per se niet natuurlijk. En wij hebben gezegd wel eens, luister meer naar ons, de buurtbewoners, zeker ook de historische vereniging. Nou, het is zeker zinvol dat de inwoners van ons dorp meedenken met onze plannen. Wij zoeken natuurlijk plannen die naadloos aansluiten bij de wensen van onze bewoners. En op die manier kunnen we mooi met elkaar samenwerken en krijgen we plannen, ja, die echt iets betekenen voor ons dorp. Want ja, dat is uiteindelijk de bedoeling, dat we als bewoners hier, zeker aan de dijk waar het stuk locatie Lanser is, dan we straks kunnen zeggen, nou, we hebben weer een mooi stuk dijk hebben we erbij gekregen.